Windsurfers Lilian de Geus en Kieran Batloe waren afgelopen week te bewonderen op de Friese wateren. Beide wereldkampioenen kunnen door de coronacrisis nog niet naar het buitenland. En dus is er in eigen land alle gelegenheid voor de Tour de Friesland. Nou, we zijn de eerste dag dinsdag begonnen met fietsen. En daar hebben we van Scheveningen naar Medemblik gefietst, 120 kilometer. Toen hebben we op de Foyle het IJsselmeer overgestoken. En door de sluis op de goede oude vertrouwde RSX. En zo zijn we in Heeg beland. Vooral Friesland hebben we uitgekozen omdat die kanalen zijn gewoon heel smal. De wind komt uit verschillende hoeken. En heel veel drukverschillen. Dus er komen heel veel verschillende variabelen bij. En dat maakt het gewoon heel interessant en heel leuk om hier te trainen. Batloe en de Geus foilen hier met hoge snelheid over het IJsselmeer. Deze nieuwe spectaculaire vorm van windsurfen zal in 2024 in Parijs Olympisch zijn en de RSX-klasse vervangen. Nee, we hebben de officiële IQ Foil Set, zo heet het. Het Olympisch materiaal van Parijs 2024 hebben we het sinds 2 weken binnen. Dus daar zijn we nu vol mee aan de gang, aan het testen, aan het kijken wat het inhoudt. Het is super leuk, super spectaculair. Het belooft heel veel goeds te gaan worden. Het foilen is leuk en dat blijven de Geus en Batloe ook zeker doen. Maar de focus zal liggen op de RSX-plank, omdat ze in die klasse volgend jaar bij de Spelen in Tokio allebei goud willen winnen. Dus nu is het nog een jaar langer op de RSX, op de Olympische plank. Nu gaan we wel een beetje een combiprogramma draaien, ook met het nieuwe Olympisch materiaal. Dat houdt je mentaal ook scherp. En ik denk dat we er uiteindelijk ook wel echt beter van worden voor de Spelen van Tokio. Weet je, de RSX is, ondanks dat hij wat ouder is, nog steeds een super mooie plank. Heeft zeker de condities waar hij echt in excelleert en super gaaf is. Dus nee, ik vind het tof dat ik een jaar 2 programma's eigenlijk kan draaien. Ik moet en voorbereiden op de Spelen voor 2024. En ik wil nog de laatste loodjes leggen om in Tokio goud te halen.